Kijk, een zakje chips kan een paar keer verkleind worden als we het in de magnetron zetten. Laten we het proberen. Net op tijd. Kom op, open het. Wacht even. Cool, laten we het nog een keer doen. Het lijkt erop dat er iemand in zit. Dus het oordeel is dat deze levenshek werkt. Laten we eens kijken wat er nieuw is. Wat een leuke manoeuvre. Laten we het doen. Kijk, als je bukt en je hoofd tegen de muur laat rusten, dan kan je, terwijl je niet buigt, een stoel optillen. Vertrouw je me? Niet? Wow, geweldig! Het was makkelijk. Het is mijn beurt. Oké, nog steeds. De levenshek werkt echt. Kijk, ze kunnen nu niet meer loslaten. Laten we dit testen. Alsjeblieft. Nou, het zij zo. Dus ze zeggen dat we iets zwaars in onze handen moeten leggen. Bijvoorbeeld een fles en een beker. Klaar? Laten we beginnen. Ah, dit ziet er erg grappig uit. Maar het belangrijkste is dat het waar is. Gecontroleerd. Wat? Het ei is doorzichtig geworden en voelt aan als rubber? Kom op, ik geloof het niet. Laten we eens kijken. Een beetje cola. Giet meer. Dat is genoeg. Dus nu doen we de eieren in de kom en wachten we 24 uur. Ik zie dat er niets is veranderd. Laten we proberen het ei te breken. Deze levenshek heeft ons echt teleurgesteld. Het is nep. Ah, ik kan niet bij de chips. Wat moet ik doen? We vinden wel een levenshek voor dit probleem. Kijk, je hebt nu gewoon een vel papier nodig. Geef me die doos hier. Cool, deze levenshek is waar. En tegelijkertijd is het heel makkelijk uit te voeren. Kijk, als de chips er nog zijn, maar je wilt niet meer eten, kun je het pakketje vakkundig inpakken en voor later laten liggen. Hou het vast en laten we kijken of de chips er niet uitvallen. We vouwen de hoeken op. En nu wikkelen we ze in de tegenovergestelde richting. Wat een geweldige levenshek! Het werkt! Hij gooit zo gemakkelijk met zijn pet. Ik zal het ook eens proberen. Wat ben je aan het doen? Ik probeer een hoed op te zetten. Interessant. Probeer nummer 25. Het is gelukt. Het is een list, meer niet. Wow, een geheime combinatie om een iPhone te ontgrendelen? Ja, maar in werkelijkheid is dit de meest gewone leugen. Haalt de krultang de stift weg? We staan op het punt om het te controleren.
Laten we het intensief tekenen. Probeer het. De lijn blijft. Maar wat als we een andere marker nemen? Nogmaals niet. We geven het niet zo gemakkelijk op. Probeer een andere marker. Nee, de levenshek is eigenlijk nep. Gooi het weg. Wees geen downer, je kunt beter meedoen. Kijk! Dit is een zelfgemaakte partypopper. Denk je dat we er één kunnen maken? We zullen het niet weten tenzij we het proberen. Wat dacht je van een kapsel? Wat is er mis met jou? Grapje, grapje. Hier is een ballon. Hou de mouw vast. Voeg wat serpentijn toe. Kijk uit! Wow, het is ons gelukt! Deze levenshek werkt! Kijk maar, de ballon knapt niet, hoewel er zoveel spijkers onder zitten. Kom op, laten we eens kijken. Klaar? Laten we het doen! Natuurlijk is deze levenshek een gewone nep. Kan een stofzuiger alle lucht uit een vuilniszak zuigen terwijl er iemand in zit? Nou, onze test heeft aangetoond dat het mogelijk is. En de video is helemaal waar. Ah, wauw, high five! Wat een ongewone manier om een hoofdtelefoon te schilderen met een draagtas. Nu gaan we uitzoeken of het werkt. Bereid spuitbussen voor met verschillende kleurstoffen. Spuit nu het oppervlak van het water met kleurstoffen. Dompel nu de koffer onder water en... Nou, geen wonderen daar. Deze levenshek is een gewone nep. Wat jammer. De volgende levenshek is voor diegenen die niet graag de afwas doen. In de video op TikTok doet de auteur gemakkelijk zonder tafelgerei. Dus we hebben besloten om te controleren of dit in het echt mogelijk is. Snij een gat in de doos van eender welke cornflakes. Giet er wat melk in. En daar heb je de uitstekende vervanger voor een ieder welk bord. De video is niet nep, deze levenshek is ook waar. Breng me een steltang en wat maiskorrels. Laten we nu eens kijken of dit echt is, of dat ze ons weer willen bedriegen. En hoe lang moeten we nog wachten? Wauw, deze methode werkt! Kun je je voorstellen, wat een ramp! Ik heb mijn smartphonescherm gebroken. Wat moet ik nu doen? Maak je geen zorgen, we komen er wel uit. Dus... Op TikTok suggereren ze dat tandpasta de makkelijkste oplossing is.
Nou, we zullen zien. Er is duidelijk iets misgegaan. Sorry, het is niet mijn schuld, het is allemaal TikTok. Deze levenshack is nep gebleken. Wil je nog meer bruikbare video's zien? Like dan deze video, schrijf je in op ons kanaal en klik op de bel.